Ja, die. We zijn doodvreemd. Ja, zeg dat die wel tante is erachter. Ik heb honger. Hai. Wat is hier gebeurd? Oha! Daar zit je! Een kruid in mijn larven! Bah! Die vieze reuren van dat broodje! Ik vind het wel zo voor de dag in mijn mensen! Smeek dan weer dat dagje! Bah! Dit pas is absoluut verboden. Wat staat erin? Het was zeer interessant. Artikeltje van de wet van 29 februari 1861 in zakken het nuttigen van steeds en brand te veel aan de bossen. Ja, vraag het dan maar.
Mark? Ja, collega, observatissen. Wil jij verhaal te vertellen over het slapen? Ik ging net wat zelf meegebracht lectuur uithalen. Daaruit iets voorlezen. Wat is dat dan? Dus iets kijken. Ik heb Frankovic aan raas. Stanley Adam. Dat is trouwens een tragisch verhaal. Een Maltese bedrijf. Dat is trouwens Malta. Schitterend. En die mensen zijn dan naar Malta. Ik weet niet, als u de, ik zou uren kunnen vertellen over Malta, Joran de Kraan of Britten. Hier het arrest, cassiste, die schoen. En hier het waterkinderarrest. Schitterend arrest, echt waar, zo'n klare en heldere stijl. Echt, to the point, recht door zee, dames en heren. Als ik niet kan slapen, dan lees ik een stukje uit het water. U moet dat ook eens. Ik zit er niet bij wachten. Goed, is het een waterkinderles gezet? Is het goed dat ik daaruit iets voorlees? Bij twee vonnissen op 30 januari 1981 en een vonnis op 12 februari 1981. Wie dat hier zo zit te lezen, ik ben dat toch niet de meest aangewezen lectuur om te lezen voor het slapen gaan, dames en heren. Ik zal hem maar wat citeren uit het verdrag betreffende de werking van artikel 1, eerste paragraaf. Dit verdrag regelt de werking. Ja, ik kom van bij van Brahms. Ik moest kijken naar slaapyoga of zoiets. Maar dat is eigenlijk wat een vraag. Heb je al iets gevonden? Nog niet al te veel. Ik heb echter wel al gevonden dat de tafelen der billigheid zich bevinden in het diepste punt van het bos. Maar ik heb echter het gevoel dat wij bekeken of bespied worden. Ik hoor iets. Maar dat is de wind. Dat bos is heel leeg. Dat bos is hier zo leeg als het hoofd van de rechtenstudenten. Tijdens een praktische oefening. Oh. Ik sta voor dat we terugkeren naar het kamp. Voordat je van Brems door heeft, dat we weer weg zijn. En morgen, pas het raad is op ondergegaan, is keren terug. Om die dag met billigheid te vinden. Dat is een goed idee. Over mijn leven dat ze de tafel der billigheid zullen vinden. Dit bos is van mij. Conform artikel 716 burgerlijk wetboek behoort die schat mij toe. Nooit zullen ze informatie vinden. Die is uiterst geheim en uiterst van mij. Als ze die in handen krijgen, is alles ontzien. Indien die nederlaag minder van 15 dagen voor het begin van die volgende laaggedaagde, kom maar. Geweldig interessant. Ze zijn als het ware een referentiepunt. Het is altijd niet. Ze plaats, kom maar, dan wordt de inwerkingvinding van de dag verschoven.
naar de eerste dag en de tweede maand volgende. Zeg, wat is al lawaai? Nou ja, proberen hè, wat u nog zo gezegd alles zeggen. Oh!
niet om te lachen, hè. Maar dan weet je toch dat de duivel Joris in de Jure te kwader trouw is. En dat dat een vermoeden is, dat kan worden weerlegd. Alle duivels! Emma, jij staat ook nog bij mij in het krijt, hè? Een 18 voor privaatrecht. Had je zelf nooit gekund, hè? Kun jij mij hier niet helpen? Nee, ja, dat dacht ik al. Ik zal het zelf maar weer doen. Dat kan trouwens allemaal goed zijn, maar ik meen mij te herinneren dat goede trouw vermoed wordt en kwade trouw bewezen moet worden. Ja, Gert, de vergassatie heeft daar nog nooit voor gemaakt, hoor. Maar misschien moeten we het laten behandelen door het Europees Hof voor het Recht van Mens. Nee, een totaal fout. Het Hof van de Rechten van de Mens is daarvoor totaal onbevoegd. Enkel en alleen het Hof van Cassatie is bevoegd om daarover uitspraak te doen. Willy, regel het.